Het is alweer de vierde keer dat ik de Circular Award mag uitreiken. En dit jaar heeft de jury niet drie, maar één hero gekozen. Deze hero krijgt een award als erkenning voor zijn of haar buitengewone inzet voor de circulaire economie. En net als ieder jaar heeft de hero geen enkel idee dat ik langskom met deze knaller van een trofee. We zijn bij Blue City, voorheen een leeg zwembad, maar sinds 2015 broedplaats voor circulaire ondernemers. Blue City is ontstaan vanuit de frustratie dat er veel over de circulaire economie werd gepraat, maar er weinig werd gedaan. Onze hero is co-founder en directeur en heeft laten zien dat het kan door te doen. En dan heb ik het natuurlijk over Sabine Biesheuvel. Sabine is zeer ondernemend en doet naast Blue City nog veel meer circulairs. De jury vindt het mooi om te zien dat ze zo'n brede en inclusieve aanpak heeft in het versnellen van de transitie. Het gaat bij Sabine niet om haar, maar om het uiteindelijke doel. Deze bescheiden hero verdient volgens de jury wel een motiverend schouderklopje voor al haar harde werk. Nou, Sabine zit dus daar te vergaderen. Waar zit ze? Waar zit ze? Ja, ik zie haar. Ik zie haar. Hallo. Wacht even, stoel. Sabine? Ja, ik kom voor jou. Je komt voor mij. Ik kom voor jou. Herken jij dit? Ja, van. Kom maar even staan. Ja, wat is dit nou weer? Dit is een Circular Award, want jij bent uitgeroepen tot Circular Hero 2024. Ja, wat leuk. Ik wist dit. Oh, leuk. Sorry, dat had ik echt niet zien aankomen dit. Het Versnellingshuis Nederland Circulair en het ministerie van INW willen je onderscheiden voor je inzet voor de circulaire transitie. Wat cool, wat super tof. Ja. Wat heel cool. Nou, leuk. Je had het volgens mij niet verwacht. Nee, niet echt, nee. Maar je kent hem wel. Ja, ik ken hem wel. Wat is er voor nodig voor een ondernemer in de circulaire economie om booming business te worden? Ja, dan heb je het over productieprocessen als je het aan mij vraagt. Dan moeten er meer fabrieken komen. Daar is ruimte voor nodig. Daar zijn meer private financiers nodig die risico's nemen en voorbij hun huidige risicomodellen denken. En een level playing field. Waar ga je deze neerzetten? Krijgt die maar een plekje? Ja, dat is een goede vraag. Dat wordt een teamgesprek waar we deze gaan neerzetten. Maar ergens bij de ingang, denk ik. Super cool. Heel fijn. Dankjewel. Doei. Nou, denk jij, ik ben ook nog wel een circular hero. Schroom dan niet om deze te nomineren voor volgend jaar.